ga tomatenzaadjes uit tomaten halen. Waarom doe je dat? Omdat ik tomatenzaadjes wil laten ontkiemen. En ik wil ze graag in de grond zetten. En dat kan je met verschillende soorten tomaten doen. Met gele tomaatjes en cherry tomaatjes. Ik heb cherry tomaatjes. Of snack tomaatjes. Een cherry tomaatje met een koontje. Mama heeft er al eentje door het midden gesneden. En je kunt zien dat er al zaadjes in zitten. Die kan je eruit halen met een lepeltje. Die zet ik eventjes aan de kant. Zo. Een lepeltje. Ding, ding. Je hebt ook trouwens keukenrol nog nodig. Er zijn er heel veel remmen. Dus 3. Dat doe je met de hele tomaat, maar anders wordt het filmpje te lang, dus ik doe dat niet. En we moeten ook afdrogen, zodat het groene eraf is. Hier zie je de groen. En dan kan je hem met een stokje afdrogen. Maar ook met andere dingetjes. Er zit aan een stokje. En ik ga de rest afdrogen. En dan doe je dat met alle zaadjes. Je moet dan, ik heb ze op een schoon papiertje gelegd, maar ik heb er een paar erop gelegd. En hoeveel zitten er normaal in een tomaatje? In één tomaatje, in één snacktomaatje zitten 60 zaadjes. En wij hebben er maar heel weinig. En deze moet je vouwen en dan moet je hem nat spuiten. Hij is gevouwen. Papiertje met de zaadjes erin. Ga ik nu dat sluiten. Hij is gespoten. Een beetje aandrukken. Hij is gevouwen. De bak. De
dit moet in een bak met een deksel, zoals deze. Ik heb al andere zaadjes. Goed, deze gaat erin. Ik ga hem nog één keer doen, want dat past niet in hier. Zo. Deksel. Moet erop. En ze zitten erin. In het volgende filmpje ga ik... Dan laat ik zien van verschillende zaadjes die ontkiemd zijn. Die laat ik dan zien.